recente gebeurtenissen in Parijs en de associatie tussen ISIS en de islam ligt het islamitische geloof steeds vaker onder vuur. Zo worden moslims ervan beschuldigd dat hun geloof niet aansluit op onze westerse idealen. Maar hoe zit het dan eigenlijk met het christendom? Het geloof waarop onze cultuur grotendeels gebouwd is. Een vrouw moet zich laten onderwijzen in stilheid, in alle onderdanigheid. Volgens dit hele boek is de vrouw in principe onderdanig. Voor dit experiment hebben we een Bijbel gekocht en deze omgetoverd tot een Koran. Hierin hebben we schokkende passages gehighlight die sterk in contrast staan met onze westerse normen en waarden. Eens kijken wat er gebeurt als we de citaten uit de Bijbel voorleggen aan de mensen op straat, maar ze in een veronderstelling laten dat ze uit de Koran komen. Als u mijn verordeningen verwerpt en als uw ziel van mijn bepalingen walgt, u zult dan het vlees van uw eigen zonen eten en het vlees van uw eigen dochters zult u eten. Want ik sta niet toe dat een vrouw onderwijs geeft. Dan moet u haar hand afhakken. Laat uw oog haar niet ontzien. Wanneer een man met een andere man slaapt, zij moeten zeker tot de dood gebracht worden. Wat is jullie eerste reactie? Ik vind het echt belachelijk. Nou, ik wist eigenlijk helemaal niet zo, dat dit ook erin stond. Hoe kan je hierin geloven? Ongelooflijk vind ik dat eigenlijk. Handen afhakken en zo, ja, zo zijn zij blijkbaar, maar ik... Als je vanaf je geboorte al zo wordt opgevoed met zulke gedachtes, dan ga je toch op een bepaalde manier denken. Dit komt over alsof ze weer willen onderdrukken en willen onderwerpen aan hun geloof. Die vrouw wil helpen en als dank wordt de hand afgehakt, dus... Ja, zo is het. Ja. En dat is niet goed, hè? Nee. Als je dit nou naast de Bijbel zou zetten, wat zijn dan voor jou de grootste verschillen? Ik vind de Koran, zeg maar, als ik dit zo hoor, die vind ik iets agressiever met de hakte hand eraf. Ik denk dat de Bijbel toch ook positieve dingen heeft. Ze vertellen het anders, in ieder geval. Het grootste verschil is dat wat hier ook expliciet blijkt uit veel meer de rol van de vrouw. In de Bijbel staat het er iets minder hard erop, gewoon iets vredeachtiger. Ja, de wereld verandert en ik vind dat ze toch wel een beetje ermee mee moeten gaan. De meeste mensen van ons hebben gewoon vrijheid van keuze en vrijheid van meningsuiting gehad. Ja. En daardoor ga je op een andere manier denken. Ik vind het erg dat wat ooit opgeschreven is men als de waarheid ziet. Maar zou je dit boek dan niet gewoon weg kunnen laten? Het is al heel oud, hè. Dus het hoort er een beetje bij, ja. Nou, dan hebben we een kleine verrassing voor jou. Want deze prachtige zin uit de Koran kwamen gewoon rustig uit de Bijbel. Serieus? Misschien. Ja, wat de hel. Zo, dat had ik niet gedacht. Nee? Dat heb ik echt niet gedacht, nee. Zo mooi verwoord. Dit is echt zien. Meen je dat? Heel goed gedaan. Ja, nee? Er zijn alleen maar vooroordelen. En ik zeg altijd van, je moet niet vooroordelen, maar zelf doe ik het ook alleen maar. En het is iets wat je niet bewust doet. Met de media te maken natuurlijk. Ik blijf er gewoon bij, ik blijf gewoon rationeel nadenken. Ja. Kijk gewoon wat een beetje logisch is en doe er je voordeel mee. Natuurlijk heb ik vroeger ook bijbelverhalen gehoord en ik heb zelf christelijke school gezeten. Mm-hmm. Maar nee, ik had niet verwacht dat dit erin stond. Nee. Vond je nou een interessant...